interview met de filmmaker. We zijn hier voor de hoeveelste keer in MPEG? De 10e keer, denk ik, ja. En wat vindt u van deze film? Oh, Magazijn Ketter is cool. We zitten in een grootstad. Je kan parkeren voor de deur. Super sound. Super programmatie. Ja. En wat zijn uw herinneringen wat u hier heeft meegemaakt? We hebben hier ooit een cool interview gedaan. Met een paar mensen backstage. En dat interview dat zal binnenkort gereleased worden. Want het is te hek. We hebben gewoon een pure, al te hekke improvisatie gedaan. En ja, het komt zeker op mijn YouTube-kanaal. Ja. En in wat opzicht denkt u dat uw job belangrijk is voor wat hier gebeurt? Oh, ik maak wel een aantal live filmpjes die toch wel behoorlijk gedeeld worden. Ook een paar video-interviewtjes. En ja, ik denk wel dat de mensen dat appreciëren en dat wordt al gebruikt. Ja. En is er een droomplek waar u zou willen zijn? Of een droomgroep of een interview wat u zou willen afnemen? Wat zou u het liefst willen filmen? Dat zijn mijn vragen. Ik denk wel een video-interview met een van de allergrootste metalbands. Ja, noem maar op, ik kan er een tiental, twintigtal opnoemen, maar ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Noem maar eens één. Eentje, Nightwish. Ja, Megadeth. Kan ik je nu vertellen? Ja. Your wish will be fulfilled. Ja! Want